Borderlands kreeg in 2009 wisselende reacties. Maarten vond de co-op tof, Wouter vond het stijltje kut. Borderlands 2 heeft hetzelfde stijltje, maar dan beter en ziet er, net als deel 1, ook uit als een first-person schietspel, maar met loot en wapens. Heel erg veel wapens. En voor alles in het tweede deel geldt bigger, better and more. Jan kijkt in ieder geval reikhalzend uit naar Borderlands 2. Maar wat is het nou? Shooter, RPG of een vliegtuig? Nee, het is geen vliegtuig, het is ook geen komeet. Het is gewoon de sequel op Borderlands. Borderlands 2. Het is een shooter en een RPG. Lekker samen. En een roleplaying shooter. Een roleplaying shooter, ja. Maar dan wel gewoon heel erg actievol. Dus je hebt eigenlijk het idee dat je een shooter speelt. En ondertussen ben je stiekem, of eigenlijk niet zo stiekem, gewoon ook onwijs oldschool aan het RPG'en. Ben je een beetje Diablo-achtig zelf. Met tech trees en verschillende loot, keuzes. En loot, heel veel loot. Ja. Ooit bij deel 1 had je ook al de nadruk op heel veel verschillende wapens die ze random aandienen en die je zelf kon samenstellen. En hebben zelfs het Guinness Book of Record met de meeste wapens in een game aller tijden. Ja, klopt. Maar en het leuke is van dit is nu nog meer. En er zijn ook verschillende fabrikanten die zich aandienen, die allemaal hun eigen stijl hebben. Alleen ja, dat cel-shaded stijltje, waar niet iedereen even enthousiast over was, omdat die game oorspronkelijk veel donkerder en grimmiger ondertoon had, die is nu nog meer doorgevoerd. Ik vind hem nog steeds hartstikke leuk eruit zien, maar wat ik vooral vind is dat de game is helemaal veel kleurrijker geworden en veel diverser qua aankleding. Ik bedoel, de Elm was best wel een beetje grauw en een beetje dat woestijnachtige, rotsachtige landschap. Je vecht bij dag, bij nacht, met avondrood. En het ziet er echt heel erg goed uit. Ik heb de sneeuw, PC gespeeld en dat is echt hele strakke lijnen. Het ziet er echt fenomenaal uit. Ik bedoel, een van de mooiste PC-titels. En dat heeft natuurlijk ook wel te maken met het stijltje, maar het ziet er gewoon heel goed uit. Nou, dit is het vervolg op Borderlands 1, Borderlands 2. Maar wat is dan nieuw in deze game? Nou, feitelijk is het niet een wereldschokkende nieuwe game geworden. Alleen het is sowieso meer een RPG geworden in de traditionele zin van het woord. Waarbij je veel meer. Ik vind het verhaal is beter gedaan. Er zijn meer personages die jou van quests voorzien, maar niet de hele tijd heen en weer lopen. Hè, quest fetchers, maar het is meer gewoon on the go worden quests bijgesteld of terwijl je van A naar B gaat, krijg je halverwege weer een opdracht die je dan weer naar C leidt. Dus ik vind dat namelijk echt wat dynamischer. Heel irritant. Weet je? Ja. Als je in een RPG zit en je moet de hele tijd van. Ja. Dat heb je voornamelijk in MMO's. Je moet van vraagteken naar vraagteken naar vraagteken. En dan ben je één zo'n gast vergeten en dan moet je weer terug zo'n gebied in. Ja, dit is veel vloeiender, veel dynamischer. Daarnaast vind ik de vier characters die nu geïntroduceerd worden, vind ik eigenlijk toffer dan de eerste vier. Die komen overigens nog wel terug. Als quest givers zijn ook wat ouder geworden en ze hebben een wat andere gear aan, maar dat is natuurlijk wel een leuke. De vier oude personages die wij uit kon kiezen, die zijn nu, zitten nu nog als niet speelbare characters in de game. Je hebt nu natuurlijk, ze zijn wat meer uitgesproken, dus je hebt die berserker guy met dat baardje. Dual wielding. Maar ik vind die chick bijvoorbeeld heel tof. Siren? Ja, die Siren, die kan vijanden zo oppakken in een bol en dan helemaal bestoken. En ze zijn wat meer uitgesprokener. En die tech trees zijn veel uitgebreider, je kunt veel meer... Zelf bepalen welke wapens je kiest, hoe je ze aankleedt, welke speciale abilities je doorontwikkelt. Dus dat vind ik beter. En daarnaast vind ik de totaal aankleding mooier, wat ik zei. Het is echt een mooiere game geworden. Veel meer diversiteit, hoe het eruit ziet. En het is looten als een man. Ja, ik ben helemaal aanspreken. Diablo-freak. En dat vind ik heel erg leuk. Ik vind het de randomness factor. Je hebt dus geen kistjes met dat wapen hier, dat wapen daar. Maar je gaat wel gewoon op zoek naar loot en dat houdt die game ook in principe interessant en daardoor kun je ook bepaalde gebieden natuurlijk weer overnieuw spelen heel vaak. Ik had bijna een beetje dat ik zoiets had van, ik werd gewoon helemaal gek, weet je. Soms kom je ergens in een ruimte of heb je net een heel groot gevecht geleverd. Er zitten overal kistjes en wapens. Loot explosion. En dan denk je echt van, fuck, ik kan maar zoveel wapens meenemen. Wat moet ik nu meenemen? Ga ik dat laten liggen? Tuurlijk, je kan meteen zien hoeveel schade ze aandoen en of ze snel kapot gaan of niet.
Ja, er zitten zoveel vette wapens in. Wat ik ook weer tof vind, die verschillende wapenfabrikanten zijn weer terug. Er is één wapenfabrikant die maakt alleen maar wapens een beetje in de old western stijl. De andere is heel erg high-tech. Je hebt ook wapens die zijn echt heel erg zo van, oké, twee keer schieten daar en gooien ze weg. Dan ontploffen ze nog en dan zijn ze stuk. Ja, het ziet er gewoon, het zijn zoveel leuke details. Son, this might sting a bit. En natuurlijk co-op. Misschien wel belangrijker nog eigenlijk dan singleplayer. Want deze game is wel echt ingericht om samen met een buddy gewoon erop uit te trekken en gewoon te knallen, Ik heb Borderlands 1 met Maarten heel veel op de bank gespeeld. En dan gewoon, het was verticale... Splitscreen. Ja, verticale splitscreen. En dat is waar deze game zich ideaal voor leent. Dat heb je nu ook als het goed is. Nou, de splitscreen komt terug, maar je kunt natuurlijk ook gewoon online met iemand spelen. Het leuke vind ik persoonlijk dat je loot deel je feitelijk, maar wapens niet. Daar is het echt wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dus als een wapen dropt, dan is het rennen als een... Ja, als een malle. Nou, wat wel leuk is, als je altijd wel heel graag een wapen wil, dan kun je een duel... urgen. Dus stel, wij spelen samen en op een gegeven moment komt er een gun aan die we altijd heel graag willen. Dan kan ik jou uitdagen voor een duel. En dan kunnen we even tegen elkaar schieten. En dan wie degene die het... Als ik dan van jou win, dan pak ik dat wapen. Maar dit, als je samen speelt, ik bedoel, dat vind ik het toffe aan Diablo nu. Je hebt allebei weer je eigen loot. Dus eigenlijk heb je twee of drie of vier keer zoveel loot die dat dropt. En dan kun je wisselen met elkaar aan de hand van de klasse. Voor wie dat wapen is. Ja, maar hier kun je natuurlijk een wapen pakken en als je die wil gooien, het weg, dan pakt iemand anders het op. Ja. Met wat voor klasse zou jij gaan spelen? Je hebt het op D3 gespeeld. Wat heb je precies daar gespeeld? Ik heb die Berserker gespeeld. Of die, het heeft een hele andere naam. Ja, of Gunzerker. Gunzerker. Ja, het is een Berserker. Mijn dual wielding, dat vond ik op zich wel tof. Maar ik vind die Siren inderdaad vind ik ook wel. Of die. Ja. Ja, Assassin is weer... Ik ben niet te sneaker. Laat ik het zo houden. Die Siren vind ik tof, dat je gewoon iemand freest in mid-air, in die bubbel. En dan helemaal bestookt. En je kan hem leechen, je kan mensen ermee reviven. Ja. En dat vond ik wel een hele toffe klas. Ja, dat vind ik ook heel tof. Wat ook wel leuk is dat je hebt nu echt heel erg verschillende gebieden. Dus ieder gebied waar je naartoe komt heeft een andere vibe qua muziek, qua kleur, qua monsters die erin zitten. En ook qua gevaren, ik heb een soort geelachtig lava onderdeel gespeeld. Ik vind dat trouwens heel prettig voor het gevoel van progressie. Ja. Als de omgeving verandert, je komt in een nieuw gebied, dan heb je ook weer een soort van frisheid van, oh, dit wil ik weer helemaal ontdekken, terwijl de gameplay misschien toch een beetje hetzelfde is. Ja, klopt. En er zit nu ook echt wat grotere steden in, als een soort hub. Wereldjes. In de Borderlands 1 had je nederzettingjes, maar er waren een paar, vergane huisjes en een lullig muurtje van staalplaten. Dat was het wel. Hier zitten echt, tenminste dat wordt beloofd, één grote stad in. Een hele grote stad en een paar wat kleinere steden. Dus het is niet zozeer, ja, het is gewoon echt wel een sequel, maar ik niet wereldschokkend nieuwe dingen erin, maar wel heel veel kleine dingen die toch wel een hele vette game maken. Could I have refund, please? This gun doesn't seem to work. I don't know. Borderlands 2 gaat dus wel echt een stap maken ten opzichte van Borderlands 1. Er komen veel meer diversiteit, meer wapens, er komt meer karakter in de personages die je tegenkomt. Het is eigenlijk gewoon meer van hetzelfde, maar dan beter. Ja, absoluut. Het ziet er beter uit, het klinkt vetter, het oogt vetter. Een ziljoen wapens wordt gekscherend gezegd. Ja, het wordt gewoon een lootfest en dat werkt bij mij altijd verslavend. Van, ja, dat zal je niet verbazen, maar Gok jij op een must-buy als je Borderlands 1 heel tof vond? Ja, absoluut. Als je Borderlands 1 tof vindt, ga je dit nog veel toffer vinden. Okay.